een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente. Een leerzame en inspirerende boodschap voor deze dag en de rest van de week. Zonder water kunnen wij niet leven. Vandaag is woensdag 2 oktober. De dagteksten van vandaag komen uit Jesaja 49 vers 10 en Johannes 4 vers 15. Ze zullen dorst noch honger lijden. De sinderende hitte zal hen niet kwellen en de zon zal hen niet steken. Want hij die zich over hen ontfermt zal hen leiden en hen naar waterbronnen voeren. Geef mij dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Voor ons bestaan is water van levensbelang. Elk mens moet 1,5 à 2 liter per dag drinken, wordt ons gezegd. Ook ons voedsel heeft water nodig om te kunnen groeien. En ons lichaam bestaat voor 70% uit water. Zonder water kunnen wij niet leven. Daarom zijn wetenschappers tegenwoordig op zoek naar planeten in verre sterrenstelsels waar water voorkomt. Want water is het fundament van alles wat leeft. Als een planeet water heeft, zou het een aanwijzing kunnen zijn dat er ook leven mogelijk is. God heeft dit alles geweldig ingericht. Het water blijft niet op één plek liggen, waar alle mensen naartoe moeten komen om te overleven. Maar het komt als het ware naar ons toe. Het water van de zee condenseert tot wolken. En de wolken bewegen naar het droge land en brengen daar regen. Zo groeien planten. Mensen en dieren worden gedrenkt. Dat is de allereerste kringloop-economie, ingericht door God zelf, duizenden eeuwen voordat de mens het belang van duurzaamheid heeft ontdekt. Toch is er soms schaarste aan water. Niet overal komt het water uit de kraan zoals bij ons. 1 op de 4 mensen heeft niet altijd toegang tot schoon water. 2 miljard mensen zijn dat. 2 op de 8 miljard die er zijn. In sommige gebieden is het water zelfs zo krap dat de mensen niet genoeg te eten hebben en honger lijden. Dit was ook in Bijbelse tijden het geval. Want in Israël en de buurlanden was het uitermate droog. Daarom konden de mensen deze profetische woorden van Jesaja zo goed verstaan. U zult honger noch dorst lijden, want God zal u naar de waterbronnen leiden. Zelfs op een tocht door de woestijn zal God voor ons zorgen. Dat is de belofte. Want God voorziet ons van alles. Alles wat wij nodig hebben. God, onze hemelse Vader, wij prijzen u om de orde van de natuur. U heeft alles zo goed ingericht. Dank u voor het water waarvan we elke dag weer mogen genieten. Amen. Wij hopen dat deze woorden uw kracht en inspiratie geven. Volgende week woensdag is er weer een nieuwe aflevering. U kunt de podcast op het platform van uw keuze downloaden. Volg ons. Zo hoeft u geen aflevering te missen. Een gezegende week.